Volgende week wordt hij 80. Wim T. Schippers. Hij is in Nederland vooral bekend van zijn radio, televisie en toneelwerk. Maar Schippers is bovenal beeldend kunstenaar, al ruim 60 jaar. Dat weten ze ook op de TEFAF, de kunstbeurs in Maastricht. Al meteen op de openingsdag verkocht de bijnajarige er werk aan Museum Voorlinden. Hoe heb jij jouw vragen vervaardigd? Maar wat is dat nou voor vraag? Nou, heb je nog een beetje behoorlijke vragen? Of... Maar wat was de vraag ook weer? Ik ben een beetje afgedaald. Ja, heb je niet voor terug, hè? Of wil je iets diepzinnigs horen? Of zo? Ik wil ook wel iets verzinnen wat een beetje interessant klinkt. Wim T. Schippers maakt werken voor alle zintuigen. De gazeuze bij Petten zouden wij misschien het beste een soort feitkunst kunnen noemen. In plaats van met verf en linnen werkt hij met het stellen van feiten. Dat was Schippers in 1963. En dit is eergisteren op de TEFAF, waar zijn werk veel aandacht trekt. Er zitten allemaal draaiende elementen op elkaar. Dit ding draait, maar daarbovenop draaide ding zit dit, draait ook weer. Dus het draait, kijk, geheel draait dan weer vlugger. Wim is wereldberoemd. In Nederland, maar ook daarbuiten. Het is niet voor niets dat hij een aantal jaren geleden een grote overzicht tentoonstelling heeft gekregen in Bonn, in Duitsland. Dus die erkenning is er bij museummensen zeker. Internationaal. Maar het is niet zozeer dat Wim zijn hele carrière heeft gewijd aan de beeldende kunst. Hij is veel breder gegaan of in andere richtingen zich ontwikkeld. Een bijzondere uitvoering vanavond in de stad Schouwburg in Amsterdam. Een toneelstuk met 6 herdershonden in de hoofdrol. Bedenker van het hondentoneel is Wim T. Schippers. De geestelijke vader van Barend Servet en Chef van Oekel. Rode wijnen, pruimen dampen, zeer veel drank en ook fazanten. Hoe kan dat nou, hoe kan dat nou, eerst geven ze een pluim, dan krijg je weer een douw. Hoe kan dat nou? Wat betekent de TEFAF voor jou? Dat ik nu vertoond kan worden aan een ruimer publiek. Ik heb in mijn jonge jaren al internationaal geëxposeerd. Tot in de jaren 70 en 80. Nog wel in groepsentoonstellingen. Maar ook heel lang niet. En toen was ik in Nederland toch een beetje vergeten als beeldend kunstenaar. Dit zijn hele vroege dingen. Deze is uit 1962. Het Celie Museum heeft in de tijd heel veel papierwerk ook gekocht. Ook in deze, deze ook op diverse tentoonstellingen. Maar die is altijd in mijn eigen bezit nog gebleven. Dit werk, deze georganiseerde chaos die ronddraait en geluid maakt. En waar wind uitkomt en geur. Is aangekocht door een Nederlands museum. Het Museum Voorlinden in Wassenaar. En die hebben ook het Landschap met Peer verworven. Landschap met Peer. Ja, het is een Landschap met Peer. Dit is ook weer een nieuw draaiding, zie je? Deze draait op dit grote ding draait. Ja, en dan zit hier weer een draaiende op. Je maakt het alsmaar erger, want het kan allemaal kapot gaan. Ja. Doe maar gek genoeg, dan doe je al gewoon. Dat is ongeveer, denk ik, wat het idee is. Hij houdt de vrolijkheid erin. En ik denk dat dat is precies is wat mij ook aantrekt. En waar staat het voor? Geen flauw benul. Nee, geen flauw benul waar het voor staat. Het is dynamisch en het beweegt allemaal en je kunt ervan genieten. Ik heb niet zoiets dat er iets voor hoeft te staan. Misschien dat hij er heel anders over denkt. Mensen vinden een mooi boom. En als je dan vraagt, ja, maar wat stelt hij nou voor? Dat zeg je ook niet. Dus zo moet je zo'n kunstwerk ook zien. Je kan beter niet vragen wat hij voorstelt. Maar ik zeg, het stelt niet zozeer iets voor, als wel is het wat. Hij gaat ook vanzelf uit. Na een tijdje, als er te weinig mensen er weer langs loopt, gaat hij weer aan. Dat gaat met een sensor. Ik begrijp dit ook niet, hoor. Ik vind het ook lekker dat ik dingen kan maken. Dat vind ik zo'n luxe. Maar dingen waarvan ik zelf niet begrijp waarom. Maar ik weet wel dat het zo gemaakt moet worden, wil het goed zijn. En vaak jaren later krijg je een beetje erachter, oh, je laat hier iets zien. Ik heb deze dingen gemaakt. Een hele vrije vorm. Mensen zeggen wel eens dat iets vormeloos is. Maar dat kan helemaal niet. Alles heeft een vorm. Alleen, wat ze vormeloos noemen, dat is een vorm waar geen naam voor, geen algemene naam voor is. Hè? En eigenlijk alle vormen bestaan in echt niet. Dus een stuk zeggen mensen dan ook, hè? Ja.
Is dat nou de bedoeling of was dit al? Zeg het maar. Dat laat ik in het midden. Ik wil het gewoon toespitsen. Ook dat ik dingen maak die ik zelf leuk vind om te doen. En die wil ik, en de vreugde daarover wil ik de andere mensen wel deelachtig maken. Tot zover. We gaan nu even een plaatje draaien, neem ik aan. Ja? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Zo barst je van de hitte, zo sterf je van de kou. Voel je je thuis op de TVAF? Ja, dat, ja hoe, wat bedoel je daarmee? Kan je dat iets nauwer omschrijven? Wat is thuis voelen? Is het prettig? Ik voel me niet thuis, want ik ben niet thuis. Dan voel je je ook niet thuis. Ik voel me dan op de TVAF. En als ik op straat loop, voel ik mij op straat. Kijk, en deze, dit zijn weer de echte stenen. En zijn ook... Hoe oud ben je van plan te worden, en Wim? 120. 120, kijk. En hoe oud zijn we nu? Zijn we al 80? Ja. Ik merk er niks van. Alles, nee, alles doet het nog. Wordt nee, het alles doet het nog. Ja, dat ook? Ja. Ik heb een heleboel grote projecten. Mag ik nog even, mag ik misschien nog even mijn zin even afmaken? Ik wil gewoon stoppen. We dachten wel dat we het hadden zo. Maar midden is... Nou, je mag je ook best doen. Jij mag ermee doen wat je wil. Maar ik ontken alles. Alles in een verkeerde context geplaatst. En gemonteerd, zodat het wordt dat het niet klopt. En wat wou ik nou ook weer zeggen dan? Oh ja, nou ja. Zoek het maar uit. Daag.